Breda nu. Je weet het meteen. Ja, we staan hier bij voetbalvereniging Bavel. Het damesvoetbal heeft sinds vorig jaar een enorme boost gekregen. Dus ik vraag me af hoe dat zit hier in Bavel. Hans, kun jij daar iets over vertellen? Het Europees kampioenschap heeft geen windeieren waarschijnlijk gelegd voor Bavel. Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen dat wij hier al heel lang bezig zijn met damesvoetbal. Dus we mogen hier niet klagen. Op dit moment hebben we hier 4 damesteams voetballen. 3 meisjesteams. En dan ook zo'n 20 meiden die bij de jongens voetballen hier bij Bavel. Oké. En vanaf welke leeftijdsklasse gaat dat bij de dames? Nou, bij de dames, daar voetballen meisjes. Op dit moment zijn er een paar jonge meisjes aangesloten van 15, 16, 17 jaar. Die zijn in de winterstop overgekomen. Die worden geleidelijk gebracht, zeg maar, bij de damesteams. En de oudste dames die hier voetballen, ik zou het niet weten. We hebben hier 3 meisjesteams. En dan die meisjes die bij de jongens voetballen. En dat zijn vaak wel de wat prestatieve meiden. En die laten we gewoon rustig in de jeugd voetballen. En op het moment dat zij aangeven dat ze klaar zijn om bij de vrouwen te willen voetballen, dan mogen ze die overstap maken. En dat willen wij dan geleidelijk doen. Dus dat wil zeggen niet volop in de competitie gooien, maar eerst relaxed meetrainen. En dan voor dit jaar hebben we voor gekozen om in de winterstop die overstap te laten maken naar de dames. Ja. Ik had begrepen dat er best wel talenten tussen zitten. Dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat er talenten weggaan hier. Hoe staan jullie daar tegenover? Als hier iemand van ons naar Ajax gaat, dan kunnen we er alleen maar trots op zijn. Dus dan zijn we ook geslaagd. Want dat betekent dat we hier prestatief voetbal ook op een goed niveau hebben gekregen. Daarnaast moet ik zeggen, vinden wij het ook belangrijk dat er recreatief niveau is. Met andere woorden, voor meisjes en vrouwen, voor iedereen is hier plek. Dus ook prestatieve speelsters, maar ook meisjes die gewoon voor de lol samen hier lekker willen ballen. Wat is eigenlijk een beetje jullie doelstelling? Ja, kijk, prestatief vinden we ook belangrijk. Dus op dit moment speelt ons eerste in de hoofdklasse. Dus eerste jaar stonden ze daar dit jaar weer in. En ze hebben gehandhaafd, dus volgend jaar weer hoofdklasse. Daar zijn we heel erg trots op. Het tweede team start zondag met de na-competitie. En die kunnen mogelijk promoveren naar de eerste klas. Dus dat betekent dat we wat dat betreft een aardig niveau hebben hier bij Bavel. En wat we ook heel belangrijk vinden is dat we onze meidenteams ook weer aan gaan vullen. En het plezier wat we bij alle teams hebben, dus ook bij vrouw 3 en 4 en bij die meidenteams, dat we dat ook zo houden zoals het nu is, dan zijn wij tevreden. Charlotte, jij bent trainster hier? Ik ben geen trainster, ik ben coach. Dus coach? Ja, ik bemoei me meer met de zaken eromheen. En zorgen dat de meiden goed in hun vel zitten, zin hebben in het spelen. En zin hebben samen om die wedstrijd mooi neer te zetten. Ja, hoe zit het met de stemming bij de meiden? Over het algemeen heel erg goed. Ze hebben altijd heel veel zin, het grootste deel heeft heel veel zin om naar de training te komen. Dat pept elkaar ook op. En dat merk je ook dat gewoon tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijden, dat er een goede sfeer onderling is. Ja. Ja. Wat onderscheidt de dames of de meiden met de jongens en de heren? Wat kunnen ze wel beter als de heren? Ja, het echt samen een team vormen. Gewoon heel goed samenwerken. De gezelligheid onderling. Ze vinden het ook leuk om samen nog dingen te ondernemen. Wij zijn afgelopen najaar zijn wij met het meisjesteam onder 17 zijn we naar Barcelona geweest. Hebben we daar aan een toernooi deelgenomen. En dat was heel erg leuk. We zijn op zondag vertrokken, op donderdag weer teruggekomen. En we hebben daar 6-7 wedstrijden gespeeld tegen allerlei internationale teams. Ik sta hier bij Debbie en Myrthe. Jullie spelen hier bij Bavel. Hoe lang speel je al, Debbie? Ik speel nu ongeveer 13 jaar bij Bavel.
Ja. Okay. Ja. Jij speelt dan bij de dames, op de meiden? Ja, bij de dames. Ik speel in dames 2. Ja. Okay. Ja. Ja. Hoofdklasse, hoe hebben jullie dit seizoen gedaan? Nou, dames 1 speelt in de hoofdklasse. Wij zijn tweede, dus wij spelen tweede klasse. En aanstaande zondag hebben we de eerste wedstrijd voor de na-competitie. Hoe is het met de trainingen hier gesteld? Nou, hoe is het niveau? Het niveau? Nou, ik denk dat ons niveau op zich best wel hoog ligt. We spelen qua selectie op woensdag eigenlijk altijd wel redelijk door elkaar. En op vrijdag is het de wedstrijdselectie, zodat je wat gerichter kan trainen. Maar ja, ik denk ook dat onze trainers, die hebben natuurlijk ook allemaal een bepaald diploma. Dus daarin is het niveau natuurlijk ook een stuk hoger. En dan wordt gewoon van ons ook wel verwacht dat je wel fanatiek komt trainen. Dus het is niet van, nou, we doen maar wat. Ja. En hoe is dat voor jou, Mirte? In welk team speel jij? Ik ben heel lang geblesseerd geweest, dus nu in dames 2 ben ik aan het herstellen en terugkomen. Dus, okay. Je bent weer terug aan het komen en je hoopt weer op het oude niveau te spelen? Ja, ik hoop weer terug bij dames 1 te komen. Dus, Welke positie speel je eigenlijk? Mid-mid. Mid-mid? Ja. Oh, oké. Okay. Betekent dat veel op en neer lopen? Of? Ja, ook. En de ballen op de juiste plek krijgen. Dus je hebt aanvallende en verdedigende taken? Ja, precies. Ja. Hoe is dat met jou, Debbie? Nou, ik speel op dezelfde positie, dus voor mij... Allebei dezelfde positie, ja. Leren jullie nog veel van elkaar? Ik denk sowieso wel. Want ik weet niet of dat wij samen ook in dames 1 hebben gespeeld. Misschien net wel, net niet. Dus ik denk dat daarin zijn wij wel verschillende voetballers. En ik ben wat ouder, dus misschien dat dan ook wel weer scheelt. En aan de andere kant, Mecht heeft natuurlijk ook wel andere kwaliteit. Dus daarin is denk ik juist binnen de tweede is het heel erg, heb je hele jonge meiden en ook wat ouderen. Dus dat is juist heel erg goed voor de onderlinge sfeer. En ook de één, dan leer je toch goed van elkaar, absoluut. Ja. Wat is de kracht van jullie team? De kracht van ons team? Ik denk van dames 2 specifiek is denk ik dat wij zijn wel echt een team. Ondanks dat we hebben een soort van vaste kern en er zijn een aantal meiden die, net zoals Mirte, die dan van de blessure terugkomen, dus we ons weer opbouwen. Die van net aan de onderkant dus terug naar dames 3 of weer andersom. En daarin zie je gewoon dat iedereen heel erg gemakkelijk aansluiting vindt. Dus je bent daarin heel erg gewoon een hecht team. En iedereen vindt gemakkelijk aansluiting. En dat zie je ook op het veld. We gaan wel echt voor elkaar. Dus als je zegt, kom met z'n allen, dan gaat iedereen ook met z'n allen. En als de ene rotdag heeft, dan compenseert de ander dat weer. Ja, we zijn nu te gast in de Beach Arena aan het Wolfslaag bij Breda Beach. Ja, beachvolleybal. Het lijkt heel makkelijk, maar het is toch niet zo eenvoudig. We gaan dadelijk wat beelden zien en ik ga ook enkele mensen interviewen die hier spelen en ook met de trainer. Ja, mooi. Mirjam, als ik naar beachvolleybal kijk, dan zit ik te denken aan mannen en vrouwen met gebruinde benen en een kekke zonnebril op. Ja. Is het ook zo'n leuke sport? Het is zeker een leuke sport. En als je om je heen kijkt, dan de bruine benen zijn er nog niet helemaal, maar bij een aantal wel. En het is een heerlijke sport. Ja, de zomer is nog jong. Wanneer zijn jullie begonnen? In maart. Maart buiten. En wat doen jullie in de winter? Dan doen we indoor. In het zand, ook in Raamsdonksveer. Hebben we daar Parkzicht, heet dat volgens mij. Daar heb je zand binnen en daar spelen we dan ook. Ah, okay. Toch een beetje het zand gevoel te houden. Maar niet de harde ondergrond, geen gewoon volleybal, dat doen jullie niet? Nee, een aantal mensen wel, maar ik niet. Ja. Als je wilt beachvolleyballen, moet je dan eigenlijk al goed kunnen volleyballen, zoals in de zaal? Nee, het is op zich wel handig dat je een beetje de techniek hebt. Maar ik heb bijvoorbeeld een heel goed maatje en die kan dus... Die is vorig jaar begonnen en die heeft het zo onder de knie. Oké. Okay. Ja. Met hoeveel mensen speel je het? 2 tegen 2? Ja. Ja.
Okay. Maar ik zie jullie af en toe ook wel eens van die gebaren maken zo achter de rug. Wat houdt dat eigenlijk in? Ja, dat is een beetje stoerdoenerij. Nee, maar dat is waar je, hoe je gaat uitlopen. Dat is het systeem. Is dat belangrijk, dat uitlopen? Ja, volgens de trainer wel. Ja. Maar in het spel zelf? Ja, ja. Dan maak je je spel iets onvoorspelbaarder. Okay. En de setupper, die geeft ook aanwijzingen? Ja, dat hebben we vandaag geleerd, dus daar heb je goed opgelet. Ja, en wat hield hij in? Wat moet de setupper doen? Ja, je staat dus met z'n tweeën in het veld. En het veld is best wel ruim, zoals je ziet. Ja. Dus dan geeft de spelverdeler, die zegt dan waar je de bal moet spelen. Waar het gat is, als het ware. Okay. En dat gebeurt dan ook altijd? Ja, als je heel goed bent, wel. Maar ja. Maar ja, dat slaan is nog vrij moeilijk, denk ik. Ja, voor mij is het, ik ben altijd spelverdeler geweest, dus ik kan wel goed kijken in het veld en ik kan redelijk een set geven, maar slaan is wat lastiger. Ja. Aanwijzingen geven is één en de maar juiste dan richting. Maar is ook nog eens lastig, ja, klopt. Inderdaad, oké. Okay. Hoe lang doe jij het eigenlijk al? Twee jaar. Ja. Edward, jij bent hier trainer. Hoe belangrijk is de trainer bij het beachvolleybal? Nou, best belangrijk, omdat het een lastige sport is. Dus het is handig als je een trainer hebt die probeert oefeningen uit te leggen en technieken, zodat daar uiteindelijk beter in wordt. Ja. Ik had ook gehoord dat er een setup bepaalt vanavond. Hè? Die kan aanwijzingen geven waar de bal moet komen. Die uitvoering, daar schort dat soms nog wel eens aan. Ja, het is natuurlijk lastig omdat heel veel teams hier dat niet gewend zijn. Dus we proberen ze iedere keer een stapje beter te maken en nieuwe techniekjes, nieuwe afspraken te leren. En dat is op een training lastig natuurlijk in het begin. Ja. Jullie doen ook mee aan wedstrijden? Ja, we hebben een eigen competitie hier. Dus dat is op maandag en vrijdagavond spelen ze onderling echt competitie. En daar merken ze in dat ze de dingen die op trainingen gebeuren ook proberen om te zetten in wedstrijdtechniekjes. En met tweetallen spelen jullie. Gebeurt het ook wel eens tegen andere teams uit andere steden of dorpen? Nou, heel weinig. We hebben in het begin, toen we hier begonnen, wel geprobeerd om met Tilburg en Dordrecht een soort competitie op te zetten. Maar dat is toch lastig omdat die verenigingen ook een eigen beach terreinen hebben tegenwoordig. Dus die blijven gewoon lekker in hun eigen stad of dorp. Dat is nou eenmaal zo. En dat is ook helemaal niet erg, want we hebben heel veel leden. Dus mensen genoeg om tegen te spelen. Ja, maar hoeveel leden hebben jullie? Nou, volgens mij bijna 300. Als ik het goed begrepen heb. Ik ben er niet helemaal van op de hoogte, maar het zijn er heel wat. Ja. Ja. En de meeste leden komen dan echt zomers of in de wintermaanden ook? In de wintermaanden trainen we indoor. We hebben een eigen goede accommodatie om te trainen dan. Dus dat is wel lekker. Daar kunnen we ook competitie spelen in de winter. Voor de mensen die echt een heel jaar willen beachvolleyballen, zijn natuurlijk ook redelijk wat beachvolleyballers die in de winter de zaal ingaan. Hè? Dus zo kun je toch een heel jaar volleyballen. Ja, lekker. Harme, ik zag je echt fanatiek trainen vanavond. Ben je echt zo fanatiek aan je in het veld? Ik vind het zo leuk. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Hoe moeilijk is voor beachvolleybal? Het is veel leuker dan zaalvolleybal. Het is heel moeilijk, maar het is heel leuk. Ja. Heb je zelf volleybal ook gedaan? Ja, dat doe ik ook in de winter. Echt waar? Ja. Maar het is niet zo dat je dan per definitie een voorsprong hebt? Nee, het is heel anders. Hè. In de zaalvolleybal speel je met z'n zessen. Dus dan staat iedereen een beetje te kijken wat er gebeurt. En hier doe je het met z'n tweeën. Het moet je met z'n tweeën allemaal oplossen. Ja. Dus het is veel makkelijker. Hoe zit het met de rolverdeling in het veld als je samen met iemand speelt? Het is een beetje wie de paas krijgt. Hè? Dus als wie de paas krijgt, dan moet de ander moeten set doen. En dan moet je de paas die de paas krijgt, moet ook weer de aanval doen. Dus je reageert heel erg op de bal die naar je toe komt. En dat maakt hoe het spel loopt. Okay. Ja. En ben je setupper? Ben je daar goed in? Of? Ja, in de zaal ben ik spelverdeler. Ja, setupper. Ja. Ja. Dus jij bepaalt? Ja, in de zaal wel. En hier als de bal bij mij komt alleen. Hier heb je meerdere rollen. Ja, want hier moet je ook pasen en aanvallen. Ja. Ja. Is het ook leuker om om ook andere rollen te hebben? Ik vind het wel. Ik vind het leuk dat je alles mag doen. Ja. Maar kom je ook vaker aan de bal nu? Ja,
Ja, ja, elke derde, ja, ja, zeker weten. Ja. Ja, je hebt nu wel een hele mooie zomer hier. Ik zag je ook behoorlijk zweten, maar nu is het iets koeler. Maar ja, ik denk dat je ook veel moet drinken. Ja. Ja, het is veel zweet. Ik zweet veel en het is veel zweten, veel drinken. En het is wat je zegt, Rob, het is een hele mooie zomer. Het is al vanaf april is het bijna steeds mooi weer. Ja. En ik weet niet wat het is, maar het regent hier bijna nooit. Nee. Dit is echt heel knap. Breda Nu. Je weet het meteen.